Wat ontzettend leuk dat je kijkt of luistert naar Amber's podcast. In deze podcast ga ik het met je hebben over de perfect recall en wat als de perfect recall werkt behalve bij een bepaalde prikkel. Want dat is wel wat ik heel vaak hoor als ik over de perfect recall praat. Ze zeggen: ja maar uh, als er een eekhoorn zit, dan weet ik het zo net niet. Of als er konijnen zijn, dan weet ik het zo net niet. Of bij andere honden zal dit voor mijn hond nooit lukken. Ik ga je in deze podcast een aantal praktijkvoorbeelden geven van waar ik gewoon in de bossen, in de wijk, ben tegenaangelopen met cursisten en hun honden. Uh, waarbij ik dan hoop uh, dat je. Merk dat je niet alleen bent, dat wij hier ook gewoon tegenaan lopen. Maar ook dat je kan horen hoe ik dat dan oplos en hoe we de training voortzetten. Om daar je inspiratie uit te halen dat er altijd trainingsmogelijkheden zijn. Ook waar jij denkt dat ze stoppen. Dan is mijn ervaring eigenlijk dat ze er altijd alsnog wel zijn. Ik start met het praktijkvoorbeeld van Morris. Morris is een bruine Labrador. En niet de klassieke zoals je ze misschien kent: enkel en alleen blij-ei en in-your-face. Uh, Morris is goed gelukt voor een bruine Labrador en kent echt wel uh, uh, wat, wat grenzen en is eigenlijk juist bijvoorbeeld ook naar mensen uh, bijzonder respectvol, hele fijne hond om mee te werken. En uh, hij is bij mij gekomen met reactiviteitsproblemen, dat turde eigenlijk al snel om, waardoor wij uh, stappen verder konden gaan zetten. En um, nou, hij uh, hele mooie dingen kan laten zien. Maar Morris is overigens ook een Labrador die niet zwemt, dat is ook heel bijzonder. Uh, dus het is een apart geval. Um, het baasje Mieke heeft vaker dan eens uh, bij mij verteld, of tegen mij verteld, uh, dat Morris uh, op grote afstand echt al uh, prikkels in het vizier heeft. Wij hadden dat zelf wel, wel eens een paar keer meegemaakt tijdens de wandelingen. Maar, maar onvoldoende dat ik echt kon zeggen van nou, dit, dit doet hij echt helemaal niet goed. Uh, ik vond juist dat hij het altijd keurig deed. En eigenlijk alles binnen lijnlengte. Alles binnen gecontroleerde setting waarin we hem losliepen. 100% perfect Rico garantie. Dus ik loop met veel vertrouwen met Mieke en Morris uh, door de bossen. Het gebied waar ik loop met Mieke en Morris heeft een, um, twee, een afscheiding eigenlijk. Een deel waar wij lopen. Um, nou, de, het bos gewoon, om het zo maar te zeggen. En dan is er een hek. En wildrooster op bepaalde plekken. En daarachter, daar zit dan het, wil, het wild. <laughs> daarachter zitten de Schotse hooglanders. Um, dus daar loop je absoluut niet met de hond los, uiteraard. Maar uh, buiten die hekken, daar kun je op ge, ja, gezette tijden, gezette momenten echt wel oefenen met stukjes loslopen. Nou, dus wij zetten de training in uh, met een stukje loslopen. En uh, Morris ziet echt zo ver weg. Hij was niet ver weg van ons, maar hij was wel ver weg. Uh, aan turen, blijkbaar. En um, nou, hij zat gewoon de sprint in. Het was niet normaal. Deze hond ging zo hard. Wij konden nog niet zien waar naartoe, want wij moesten nog net... Ja, hoe moet ik het zeggen? Hij stond eigenlijk al een beetje op het kruispuntje en vertrok. En wij moesten nog 5-6 meter lopen totdat wij bij het kruispunt waren. Uh, dus wij kijken naar rechts. Hij vliegt het hek over. Hij vliegt het wildrooster over. Hij blijft rennen. Nou, en Mieke riep haar Rico. En nogmaals, Morris had echt duizend procent keer, na nou, altijd, alle momenten, de uh, perfect Rico. Gewoon altijd gegarandeerd reactie. En ze roept en ze roept, ze riep van alles. Maar nul reactie. En uh, toen dacht ik echt, wat? En helemaal natuurlijk, omdat ik predik well, niet. Op andere ronde af te stormen. En nou liep ik daar zelf met mijn perenbek. Um, met een hond waarvan ik echt mijn hand voor in het vuur zou steken. Die komt altijd terug. Maar dat deed hij dus even niet. En uh, rende naar andere ronde toe. Nou wisten we allebei wel... Nou, je weet het nooit zeker, maar hij is ondertussen wel zo ver met oefenen met andere honden in nabijheid. Dat hij echt hele goede keuzes maakt. Als hij bij andere honden in de buurt komt. Dus daar was ik. Ik was niet bang voor een uh, groot bijt-escalatie, weet ik veel wat. Maar ja, die mevrouw liep daar wel gewoon. Met haar twee honden kon ik ondertussen om het hoekje zien. En echt ver, ik zag gewoon een stipje met twee kleinere stipjes. Dus ik heb niet kunnen zien wie die vrouw is. Als die vrouw luistert, het spijt ons intens. Ik kom graag in contact met je. Um, maar die vrouw liep daar met twee honden aan de lijn en nou, zij schreeuwde en zij schreeuwde. Maar het was zo ver weg. Wij begonnen wel te lopen die kant uit, maar het zou eigenlijk nog lang duren. Nou, en nou komt misschien het fantastische moment hoe je het dan afrondt. Op een gegeven moment hoorde Morris, het duurde niet heel lang dit allemaal hoor. Het was denk ik, hij rent, wij roepen, dan was het en hij kwam terug. Dus het is niet een, een heel lang moment geweest. En de rrrr en het gemopper kwam vooral van die andere eigenaar, wat ik heel goed snap. Echt alleen maar snap. Um, en morgens die dacht, oh, jullie willen niet spelen, jullie zijn niet leuk, oké, okay, ik ga terug naar mijn baasjes. Uh, of naar mijn baasje. Dus um, hij komt terugrennen, als een gek, weer dat wildrooster over. En um, nou, hij komt bij Miek, ik zeg, belonen! En dat is denk ik wel heel moeilijk op zo'n moment, want je baalt dat dit gebeurd is, je baalt dat al je training voor je gevoel door het grootputje uh, verdwijnt. Uh, aan alle kanten is dit eigenlijk een baalsetting. En ik, voor mij ook, ik dacht echt, oké, okay, dus waar het om gaat, dan doe je het niet. Alle andere keren doe je het wel. Met alle mindere afleidingen doe je het ook. Maar als het er dus echt om gaat, doe je het niet. Hoe gaan we dit oefenen? Nou, ik terug om de tekentafel. Ik dacht, we moeten een hond, een niet getraumatiseerde hond, een niet uh, reactieve hond, maar een hond die zich gewoon goed voelt, veilig in zijn lijf voelt. Gewoon een hond die zich fijn voelt. Gaan daarmee gaan oefenen. Dus die ineens ergens laten lopen op een grote afstand... en dan met morgens met een hele lange lijn... en dan kijken of die nog wel reageert en dan de lijn eraf... en kijken of die dus verschil maakt aan de lange lijn er nog aan of de lange lijn eraf. Met het feit dat je dan geen risico loopt als hij tot bij die andere rondkomt... Eh, dat het geen gedoe wordt, zeg maar. Nou, gelukkig heb ik een aantal van die honden in mijn netwerk en ook eigenaren die daar met liefde en plezier aan meewerken. Dus ik, eh, hond opgetrommeld, consult geboekt of um, nou, Mieke er consult naartoe geschoven en uh, aan de slag. Dus wij lopen, la la la, heel belangrijk dat Mieke ook niet wist wanneer de hond in het vizier komt, alleen ik wist dat. Dus wij lopen in het bos, we lopen in het bos en Morris zat dan de hele lange lijn eraan, De prikkel komt, uh, nou, vaak dan is dat op een kruispunt. Hè, dus uh, bij zo'n kruispunt steekt hij eigenlijk echt over. Morris ziet hem. Uh, zet de sprint in, we, we roepen en hij keert om en hij komt terug naar ons. Dus wij dachten, huh, oké, okay. de afstand was hetzelfde. De prikkel was anders, want het was dus één hond. Dat zou een verschil kunnen geven, um, maar hij kwam nu dus wel. Dus dan zou het kunnen gaan over dat de lijn eraan zit. Oké, okay. nou, doorlopen, andere route, op een andere plek weer geappt met uh, de oefenhond van uh, Luister. Wij... Uh, ja, we gaan daar en daar heen. Uh, wil je daar dan nog een keer over steken? Nou, gedaan. Wij de lijn los. Die was beduidend spannender. En uh, nou, zij, uh, zij loopt daar en steekt over. En Morris ziet hem en begint te rennen. Um, en op dat moment hebben we hem dus laten lopen en geroepen. En dat was ook het moment dat hij wederom met wel wat meer twijfel, maar wel omkeerde. Dus wat dat nou die eerste keer geweest is, het is voor ons een beetje een raadsel. Het zou het feit van twee honden kunnen zijn. Uh, maar wat ik er vooral mee wil zeggen, is dat als het een keer gebeurt... dat je eigenlijk niet in zak en as moet gaan zitten van... ja, zie je wel, dit kan mijn hond dus niet. Maar dat je vooral moet denken, ah, ha, dit moet ik dan dus gaan oefenen. En dat heeft wat organisatorische skills uh, nodig... om precies op dat moment iemand te vinden uh, waarvan de hond het ook oké okay vindt. Um, mocht, het, mocht de hond waar je mee oefent wel er doorheen knallen, dat, dat ze oké okay zijn. Um, maar het, het is dus gewoon te realiseren. Dat is eigenlijk wat ik je vooral ermee wil zeggen. Stel nou dat Morris wel doorgerend was. Wat hadden we dan wel gedaan? Nou, wat we dan wel gedaan hadden. Sowieso heb ik de eigenaar van de stabiele hond ge, uh, aangegeven dat Morris niks doet. In de zin van dat is niet een hond die er dan op knalt of zo. Want anders had ik dit natuurlijk nooit geoefend. Um, en dat ik wil dat die eigenaar het voorspelbaar maakt. Dus dan zegt: let op, er komt een hond aan en lijnslap. Dus dat je echt zorgt dat je eigen hond. De oefenhond ook helemaal het gedrag kan vertonen wat hij zelf zou willen. Um, want dan zie je over het algemeen de minste spanning er ontstaan. En um, nou, dat, uh, dat is een zodoende afgesproken. Dus dat is misschien nog een goede als je dit wil gaan doen. Ik zou dit overigens nooit doen zonder begeleiding. Maar mocht je toch geïnspireerd raken of met je trainer aan de slag willen. Zegt dit dan echt even tegen degene van de oefenhond. Het is natuurlijk ook wel moeilijker als de oefenhond echt een bekende is van jouw hond. Want dat kunnen ze echt op grote afstand al ruiken en zien. Uh, mij lijkt dat nog moeilijker om dan mee te oefenen. Maar ik kan wel voorstellen dat dat veiliger voelt, omdat je dan gewoon weet uh, hoe de honden op elkaar reageren. Wat nou als Morris, dus weer even terug vanuit Morris' zijde bekeken, toch was doorgerend. Dan denk ik dat we hetzelfde hadden gedaan als de eerste keer. Uh, dus wachten, nu hadden we natuurlijk eerst even de lijn eraan. Um, daarna had ik uh, de lijn er los. Dan had ik denk gewacht, wel geroepen en dan een beetje proberen te kijken wanneer hij uit het contact is met die honden. En dan um, roepen en gewoon weer belonen als hij weer terug bij jou is. En eventueel weer opnieuw de inlopen en kijken of je weer een oefenzet ervan kan maken. En het is natuurlijk ook een groot verschil of je begint met roepen op 5 meter dat hij bij je vandaan vertrekt. Of dat je roept op 30 meter bij dat hij van jou vandaan vertrekt. En dat is ook precies wat je in mijn recall cursus... Uh, mijn Perfect rico cursus gaat leren... om met die afstanden te spelen. Dus in eerste instantie, als je dit gaat oefenen... roep je misschien al op... terwijl hij pas drie meter vertrokken is. Maar je gaat er naartoe werken... dat je hem ook op vijftig meter gewoon terug kan roepen... en dat hij terugkomt. Ja, en als je helemaal daar komt... dan ga je de verliefdheid uh, naar die Perfect rico echt voelen. Want dat is natuurlijk het ultieme. Dat je hond op afstand is en gewoon dat je roept... en dat hij alsnog als een speer terugkomt. En dat je hem kan aanlijnen... en een spelletje met elkaar kan spelen. Dus... Um, nou, dit was uh, even een praktijkvoorbeeld van, uh, van Mieke en uh, de bruine Labrador Morris wat we meegemaakt hebben. Enerzijds om je dus gerust te stellen uh, dat dit voorkomt, dat dit ooit gebeurt, en dat wil ik het niet goed meepraten. Het is natuurlijk super shit zeker voor die andere partij, maar het is ook een ingang om te zeggen: oké, okay, dit gaat dus niet goed. Daar gaan we rekening mee houden en dan gaan we het nu in scène zetten en oefenen. En waar ik in deze podcast uh, andere honden zet, in dit geval die mevrouw met twee honden, kan je ook denken aan water, mensen, wielrenners, mountainbikers, stepjes, nou whatever. Uh, dit kan natuurlijk met elke afleiding prikkel die jij kan bedenken. Dus als je denkt, ja maar mijn hond gaat het echt niet een andere honden doen, uh, maar we hebben bijvoorbeeld wel naar uh, kinderen op afstand, ik zeg maar iets, Nou, dan kan je dit dus gewoon... Uh, Um, op dezelfde manier zien en op dezelfde manier naar luisteren. Op de plekken waar ik dan andere hond zeg. Uh, vul jij gewoon voor jou jouw prikkel in. Um, nou is het wel zo met kinderen. dat je het natuurlijk niet met een kind alleen gaat doen. maar met een ouder. Dat als de hond doorschiet. dat die ouder even het kind op kan tillen, bijvoorbeeld. Um, en iedereen daar goed op bedacht is. Je wil met training nooit iets of iemand traumatiseren. Dus zorg voor alle partijen. en zorg voor alle kanten. Dat vind ik altijd super belangrijk. Um, dan heb ik nog een praktijkvoorbeeld. van Golden Retriever Moos. Uh, Moos kende de Perfect Recall perfect. Echt schoolvoorbeeld. En um, de baasje, Danielle, appte mij op een gegeven moment van... Nou ja, het gaat echt heel goed, behalve als Moos water in de neus heeft. Nou ja, je bent een golden retriever of je bent het niet. Uh, Moos ging dan echt in een, uh, in een bepaalde kramp. En die vertrok gewoon. Hij had water in de neus en begon gewoon te rennen... totdat hij in het water was. Nou, dat is onveilig. Dat is niet iets wat je wil. En dat is zeker iets waar je mee aan de slag wil. En dus eigenlijk hebben we dit heel simpel opgelost... Op het moment dat je hond dit doet richting water, uh, schiet hij eigenlijk in een bepaalde modus. En de start van die modus, daar moet je eigenlijk onderbreken. Dus modus is absoluut niet meer los van de lijn. Gaan we altijd de lange lijn er aan. Zodat je mee kan rennen en op die lijn kan gaan staan en hem uit die modus kan halen. Um, hun lieten hem vaak ook al echt vanaf de parkeerplaats. Na het water rennen, waardoor er in die run gewoon een adrenalinepiek kwam... waar je achterlijk van werd. Dus dat heb ik onderbroken. Lange lijn eraan, op het moment dat hij in de modus ging... eigenlijk op de lijn gaan staan en wachten op een incheckmoment. Die belonen en vervolgens zeggen... oké, okay, doe maar, je mag alsnog naar het water. En um, nou ja, die context heeft echt voor gezorgd dat... Uh, met kleine stapjes uh, Moos nu gewoon uit het water te roepen is. Vlak voor het water nog te roepen is. Omdat Moos weet: ik pak even een beloning en dan mag ik alsnog doen wat ik wil. Uiteindelijk wil je wel ook daar nog een grip extra moment op hebben, om het zo maar te zeggen. En dat is dat je hem naar het water laat rennen. Uh, je roept hem terug, komt terug, mag hij alsnog richting het water en roep je hem nog een keer terug. Dat daar een uh, intervalbeloning in gaat zitten. Want anders weet hij op een gegeven moment. Pak dit voertje niet meer aan, komt hij alleen maar even terug bij jou, fjoep, weer terug naar het water. Daarbij heb ik in dit geval, zeker de filmpjes die ik keek, me echt ook afgevraagd of Moos het water eigenlijk in de stieke kern niet te spannend vond. Um, en ik denk dat dat zeker wel zo was. Want toen we Moos eenmaal op een nou, super relaxed manier hebben leren zwemmen, dat deed hij in eerste instantie niet. Uh, toen Moos uiteindelijk wel ging zwemmen, was het badderen, <laughs> met het pootje nog aan de grond, een stuk minder spannend voor Moos. En. Um, werd het hele water, het hele waterverhaal, gaf minder druk, gaf minder spanning. Waardoor ook die raketheid richting dat water afnam. Dat klinkt altijd een beetje gek. Daar moet je honden voor hebben om het ook te snappen, denk ik. Maar op het moment dat het water spannend is, heb je soms zoiets van: nou, dan ren ik maar heel snel toe, ga ik erin staan. Hebben we dat gehad? En toen Moos eenmaal gedoseerd, gefaseerd op um, zijn haar tempo, of zijn haar. Op het tempo van Moos ging ontdekken dat zwemmen ook een optie was, zag je eigenlijk dat badderen minder spannend werd. En dat heeft zeker ook bijgedragen aan uh, meer ontspanning en meer succes met de Perfect Rico richting uh, het water. Dat is even een voorbeeld voor als de afleiding eigenlijk het water is. Uh, dan ga ik door naar het laatste voorbeeld. Ik hoop dat je het nog leuk vindt. Uh, en dat is van een Viesla, vislateun. teun had een eekhoorna. Ja, dwangmatigheid, fobie. Hij wist ze ook altijd op te spuren. Uh, Kono had het met tennisballen. Ik kwam altijd weer met een gore tennisbal thuis. Maar deze hond had het met eekhornen. Vraag me niet hoe het zit, hoe het werkt, maar het was echt een beetje fobie-achtig. Dus Perfect Rico ging natuurlijk waanzinnig, behalve bij eekhornen. Nou, hoe uh, gaan we dat in godsnaam oefenen? Hier heb ik echt wel even mijn hersenen over gebogen. Want de geur van een eekhoorn kan je natuurlijk niet echt nabootsen. Ik heb het wel gegoogeld. Van bestaat er eekhoornengeur of iets dergelijks? Nou, dan kom je een beetje in een lugubere wereld. Ik dacht, nou, mij niet bellen. Um, maar je hebt wel zo'n uh, uh, staart. Dat, dat, dat ruikt ruikte niet naar een schone nepstaart. Een staart. Nou, en hoe we dat uiteindelijk zijn gaan doen. Ik vroeg me dus af of, of um, teun het echt vanuit. Um, geur deed. Ik had namelijk zelf het idee dat hij het meer op zich deed. Dat moest ik uitfilteren. Want geur zou ik voor deze mensen gewoon geen oplossing hebben. En dat heb ik niet. Gauw dat ik geen oplossing heb, maar ik dacht wel, ja, als het op basis van geur is, ik heb geen geur, Dus ik kan dat niet nabootsen. Dan moet je het dus doen op de momenten dat er ook daadwerkelijk een eekhoorn is. Dan is er meer vurigheid, minder controle, meer, minder sturing. Prima oefenmomenten, maar dat is dan meer Ninja-oefenmomenten. In plaats van relaxed, kleine stapjes, bla bla bla. Nou, dus uiteindelijk, ik wil even weten of hij het visueel deed. Dus ik heb een hulpje ingeschakeld. Ik ben met haar gewandelen. Die hulp stond met die staart, hè, dat, dat speeltje eigenlijk, gewoon aan een hengel achter een boom. En op het moment dat we aankwamen lopen, heeft ze die hengel voor die boom en zo ritselend over de grond en zo'n beetje schuin tegen die boom omhoog. Toen hadden we de reactie al te pakken. Die hond was namelijk zo gespinst op. Die, de, de beweging alleen al, dat we daarop konden trainen. Dus in eerste instantie denk je, het valt niet te trainen. Omdat, nou, ik heb de geur niet, ik heb geen eekhoorn, ik heb geen eend. Of net wat voor jou dan de afleiding is. Maar je kan heel ver gaan met wel dingen nabootsen. Deze hond is door middel van de hengel en de plush eraan... Echt helemaal ervan afgekomen. Um, dat doe je dan ook maar heel kort. Hè? Ik zou dit zo... Dit mag je niet alleen met je hond gaan doen. Want je kan het ook erger maken. Maar je moet precies dan trainen. En deze hond, uh, nou, die heeft het op het visuele... Daarna echt... Hij wist gewoon meteen als hij het visuele zag... Oh, omkeren en naar mijn baasje. Dat was heel mooi om te zien. Uh, en uiteindelijk had hij dan nog wel een beetje die geurbeleving. Maar doordat het visuele rustiger werd... Um, konden ze eigenlijk op die geurbeleving ook super makkelijk trainen. In het stukje Perfect Recall in combinatie met passeren andere ronde methode. Want dan is het niet passeren andere honden, maar eigenlijk passeren eekhoorns methode. En uh, dat zorgde ervoor dat het schrikeffect en de, uh, de heftigheid er wat afging. En dat die gewoon trainbaar werd. En uh, nou, dat, dat zijn gewoon super mooie. De stress ging er vanaf, de opwinding ging er vanaf, de dwangmatigheid ging er vanaf. Waardoor er ruimte kwam voor leerervaringen en bereikbaarheid. En spel en voer bij de eigenaar. Dus dat was echt zo'n gave ervaring waar ik een hard hoofd in had... wat toch eigenlijk een supergoed succes werd... als je maar begrijpt wat je uh, waar gebruikt. Dus wat je waar doet en wat je waar gebruikt in de oefeningen mee. En vooral korte sessies, dat is heel belangrijk. En vergeet niet dat Teun waarschijnlijk ontzettend altijd schrok van die eekhoorns. Uh, zo van, oh, dit. En dat is natuurlijk ook de vraag, hè. Uh, jacht, dus een hond die jaagt... Jaagt hij het na voor lol? Dat ziet er echt anders uit dan dat het dwangmatig najagen is... vanuit ik wil dat controleren, want ik vind het eigenlijk doodeng. Ik ben daar heel erg van geschrokken. Die werelden zijn er allebei. En het is een hele kleine nuance om te zien uh, wat, waarom, wat de hond doet... en vanuit welke beweegreden die dat doet. En daarin ben ik altijd nieuwsgierig en onwetend, zeg ik altijd... We weten het niet. Ik denk dat het dit is. We gaan oefenen, we gaan trainen. En als je dan geen voortgang maakt, dan is het dus het andere. En ik denk dat we daar veel meer nog naartoe mogen in honderland. We weten het niet. We weten niet exact. We kunnen zoveel onderzoek doen, we weten niet exact wat onze honden voelen. Sterker nog, ik weet niet wat jij voelt. We hebben het allebei bijvoorbeeld over verdriet. Maar voelt het voor jou hetzelfde als voor mij? Stel dat we het hebben over, over vreugde of speelsheid. Um, dat voelt voor jou wellicht heel anders als voor mij, maar we gebruiken wel hetzelfde woord. En wij kunnen er dan nog over communiceren in taal. Um, dat kunnen we met de hond natuurlijk niet. Dus we kunnen alleen maar gissen, invoelen, empathie hebben, bedenken hoe die hond zich voelt. Maar, in, maar laten we in hemelsnaam geen aannames doen en altijd nieuwsgierig blijven van: ja, het zou dit kunnen zijn, maar zou het ook dit kunnen zijn? Want ik geloof dat als we dat meer gaan doen, dat we de honden. Beter kunnen helpen, beter kunnen begeleiden. En als we breed blijven kijken, blijven er gewoon altijd opties om onze honden te helpen. Nou, neem die mee voor vandaag. Ik hoop uh, dat je het een leuke podcast vond. Ik hoop dat je de volgende keer weer naar me luistert. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren. Lieve groetjes Amber.